Kijkers, ik sta hier voor de Hulle naar Oldebroek. Ik kan niet zo heel laat praten, want het is laat. Het is 12 uur. Maar de stichting Present, de landelijke stichting Present, die gaat er 24 uur acties doen. En dat heet Non-Stop Present, waarvan de coördinator Mirjam Prins 24 uur activiteiten georganiseerd heeft. Waar onder andere burgemeester Adriaan Hogedoren meewerkt en nog heel veel andere mensen. Wat het precies inhoudt, daar gaan we zo even vragen. En wat ze precies gaan doen, daar gaan we ook even naar kijken. Nou, ondertussen sta ik in de Hullen. Het is hier een stuk lichter met een heel stel mensen om me heen die in één keer allemaal stap naar achteren doen. wat gaan jullie vannacht precies allemaal doen? Mirjam, misschien moet ik bij jou beginnen. Ja, we gaan vannacht op de Hullen gaan we schoonmaken. De bedoeling is dat we de gesloten afdelingen van de Hullen gaan schoonmaken. De drie woonkamers gaan we doen. En als we nog tijd hebben, dan gaan we rolstoelen schoonmaken en rollators. Ja, oké, jullie gaan schoonmaken, maar waarom gaan jullie schoonmaken? Wat is dit? Jullie hebben mooie witte hesjes aan. Wat is precies de bedoeling? Nou, we gaan schoonmaken omdat we meedoen aan een 24-uurs actie, Non-Stop Present. Wij zijn van Stichting Present Oldebroek en Stichting Present Elburg. En onze stichting heeft ook geld nodig en daarom hebben wij deze actie bedacht om geld in te zamelen voor onze stichting. Ja, wat is het van stichting? Stichting Present is een stichting die graag verbinding wil leggen tussen de verschillende mensen die hulp willen geven en mensen die hulp nodig hebben. En wij gaan uit van het aanbod, dus dat wat de mensen willen geven, dat gaan we doorgeven aan mensen die graag hulp willen ontvangen. Ja, en dan las ik iets over non-stoppers. Dat zijn... Dat is echt een kei van een non-stopper. Ja, hoe is uw naam? Ineke Wagenaar, maar ik probeer het. Hè. Dus het moet eerst nog kijken of dat lukt, dat we 24 uur bezig blijven. Ja. Mirjam doet het ook hoor, dus ze schuift wel mooi door naar mij, maar... Jullie doen het allebei. Ja. Maar vanaf hoe lang bent u begonnen? Vanmiddag om 1 uur zijn we begonnen. En we hopen tot morgenmiddag 1 uur vol te houden. Wakker te blijven? Ja. Nou ja, bezig zijn en blijf je wel wakker, denk ik. Ja, en waarom doet u mee? Ja, ik draag Stichting Present een warm hart toe. En je merkt hoe blij de mensen zijn als je iets doet voor ze. En dat is iedere keer weer een hele verrassing. We zijn al wezen lopen met de mensen. Nou, die zaten echt te genieten van de Avondvierdaagse in Elburg. Ja, en nu doe je wel stilzwijgend werk, maar we gaan ervan uit dat het ook gewaardeerd wordt. Ja, heerlijk. Oh, heerlijk. De kant zitten twee huiskamers. 12 bewoners hebben we daar. Dus elke huiskamer heeft zo'n 6 bewoners. Dus ik denk dat we daar maar beginnen. En aan die kant zit dan ook nog een huiskamer. Dus daar kunnen we later in de nacht nog naartoe. Moet je wel mee kunnen sturen. De buik erin. Nou, dit is Hanneke Mieren. Eén van de huiskamers. Ik werk hier. Alles wat aan de wand hangt, de printjes, rondom alles. En... Nee, maar. Goedenavond, burgemeester. Je bent aan het schoonmaken. Dat heb je heel goed gezien. Ja. Dus ik ga nog even door, maar... Dus ik blijf maar, doe ik wat de bedoeling is, als het opvalt dat ik schoonmaak, dan was dat de bedoeling. Ja. Maar wat bent u hier precies aan het doen? Ja, het is non-stop 24 uur Stichting Present actief. Ja. Het is eigenlijk ook een actie om Stichting Present ook wat meer bekendheid te geven. We hebben afgesproken dat we dat ons daarvoor beschikbaar stellen. En ik heb gezegd, doe mij maar in de nachtelijke uren, want dan kan ik in elk geval. Dus dat is niet zo'n probleem. En daar ben ik nu vannacht tot 4 uur hier actief. Ja, bent u ambassadeur van deze stichting? Ja, er is een stichting die actief is voor Elburg en Oldebroek. En er is ook een stichtingsbestuur. En Mirjam Prins is de coördinator, zeg maar, die is min of meer in dienst van de stichting. En er is een aantal mensen die zijn, ambassadeur van de stichting om Stichting Present ook te helpen om het wat meer bekendheid te geven. Het bestaan van de stichting.
En dat heb ik graag willen doen, omdat ik eigenlijk vind dat het concept van de stichting heel goed past bij de participatiesamenleving die we tegenwoordig nastreven. Of zeg maar wat wij noemen onderzoek voor elkaar. Ja. Omdat je gewoon met deze stichting gewoon ook allerlei menskracht mobiliseert. Die ingezet kan worden waar het ook nodig is. Dat doen ze op allerlei fronten. Soms bij mensen om gewoon de tuin eens op te knappen. Bij mensen die er zelf niet toe in staat zijn. Heel divers. Maar gewoon zijn bij mensen de samenleving mobiliseren. Om voor elkaar beschikbaar te zijn als dat nodig is. En dat brengen we eigenlijk hiermee goed in beeld. Hier ook een groen doekje. Wat ben je aan het schoonmaken? Ja, wat zal het zijn? Ik denk iets om muggen vliegen. Electrokill. Ja. Oh jee, ja. Ik denk niet een heel aardig apparaat voor bepaalde dieren. Maar jij moet wel schoongemaakt worden. Ja, dat is de bedoeling. Vanavond moet alles een extra grote goede beurt krijgen. En hoe lang moet je ongeveer hierover doen? Wij gaan hier door tot morgenochtend rond een uurtje of 5. En dan gaan wij hier het ontbijt klaarmaken ook voor de bewoners. En ontbijten we met ze mee. Dus we zijn hier nog wel een paar uurtjes. Heb je de hoekjes wel goed mee? Uiteraard. Ik heb al de hele middag mogen oefenen, dus zo langzamerhand moet dat lukken. Ja, want wat deed jij precies bij Stichting Present? Ik ben bestuurslid. Ja. Ja. Is dit toch weer heel wat anders? Is dit de eerste keer dat jullie dit doen of doen jullie dit vaker? Nee, we hebben het eerder gedaan. Eigenlijk te weinig. Maar je merkt inderdaad wel van op het moment dat je het doet, dat je wat het teweeg brengt bij mensen. Je merkt dat de overheid toch een stapje terug moet doen. Dat bepaalde dingen blijven liggen. En zoals vanmiddag ook, dan kom je daar om schoon te maken. En dan merk je al aan degene die aan het uitleggen is van, voelt zich toch al een beetje bezwaard. En uiteindelijk als wij het dan schoonmaken, dan staat ze ook met tranen in de ogen van, hier komen wij gewoon niet meer naartoe. Nou, dat geeft wel een heel goed gevoel. Ja, ik kan me voorstellen. Succes. Hier wat gewerkt. Ja. Mirjam, ja. De cameraman die staat even allemaal schervend. Ik hoorde een gigantisch lawaai. Wat is er gebeurd? Ja, het ging even mis. Ja, wat gebeurde er? Ik kreeg opdracht om ook alle kastjes leeg te halen. En dat ging ik ook keurig doen. En daardoor ging het gewicht op één kant. En we zijn erachter gekomen dat er een klein pinnetje mist onder een plankje. Dit is het resultaat. Ja, maar je hebt zelf niets... Nee, ik heb nog geprobeerd mezelf te verwonden, maar het is niet gelukt. Ik mag niet naar huis. Je mag niet naar huis, nee. En een scherven brengen geluk, hè, zeiden ze net. Dat klopt, dus we gaan voor het geluk van deze scherven. Het geluk is dat je door mag gaan. Ja, zo kunnen we het ook zeggen. En dat het niet gebeurd is met alle bewoners erbij. Je bent nog steeds aan het poetsen? Ja, stug doorgaan. Ja. Wij gaan even door, wij gaan lekker slapen. Nu al? Ja, nu al. Dus ik zou zeggen, werk nog even door en tot morgen. Nee, we zijn niet zomaar eventjes te klussen. We gaan er echt even flink tegenaan. Ja. En als je nu onder bed gaat, dan moet ik iets meer tegendoor liggen. Dat is ook niet wat. Nee, dus, dat is waar. Maar ik ga lekker slapen. Nou, wel rusten. Okay. Doei. Na een paar uurtjes slapen staan we weer in Oldebroek bij de Hullen. Waar Stichting Present een 24-uursactie heeft. En Mirjam en Ineke de hele nacht blijven doorwerken hier. Ze zijn niet met het ontbijt bezig. Dus we gaan even kijken of ze nog wakker zijn. Goedemorgen, Mirjam. Goedemorgen. Hoe is het? Ja, hartstikke goed. Even kijken hoe je eruit ziet. Ja. Een beetje siepeugisch, zeiden ze. Ja, het zal. Ja, maar verder de hele nacht doorgewerkt. De hele nacht doorgewerkt. Kleine inzinking rondom 5:30, moet ik zeggen. Toen ging het iets minder. Rond 5:30? Ja. Nou, ik vind dat mag ook. Ja, fijn. Ja, en wat heb je eraan gedaan? Ik heb even een powernapje. Nee, ik heb een kopje thee gedronken en ik heb even voor me uitgestaard. En toen ging het weer. Helemaal zen en toen weer. Ja, en nu buiten en dat is heel fijn. Even in de frisse lucht. Ja, kan me helemaal voorstellen. En Ineke? Ineke, die gaat echt als een speer. Dat is echt helemaal super. Ja, ging vannacht al zo, hè? Ja, dat ging vannacht al zo. Ja, dat moet ik haar echt toegeven. Ja. En wat is de bedoeling nu?
Wij zijn hier even de boel een beetje aan het aanvegen, planten water geven. We hebben de ontbijttafels binnen al in gereedheid gebracht. En er zijn verschillende mensen die op verschillende groepen ook bezig zijn met het ontbijt uitserveren. En om 8:30 gaan we eten met iedereen. Ja, dan druk het vegen? Ja. Ook Gijs. Hallo. Hallo, hoe lang ben je hier al bezig? Nou, hier nog niet zo lang. Ik ben hier om net een kwartiertje geleden begonnen. Maar vanmorgen om 5:00. 5:00, ja. Het is vroeg een nest uit. Ja, ik moest er vroeg uit, maar dat had ik ook afgesproken. Dus ik ben gisteravond mooi op tijd naar bed gegaan. Ja. Om 10:00, dus ik was vanmorgen om 5:00 goed uitgeslapen. Oh, ik zie nog meer stichting procent. Goedemorgen, een hele jonge stichting procent. Hoe lang ben je bezig hier? Poosje. Ik weet niet precies hoe lang. Wel lang, wel, lang genoeg. Ja, dat wel. Ja, en waarom doe jij mee? Ik doe mee omdat ik gewoon graag wat voor iemand anders wou doen die zijn steun hard nodig kan hebben. Dus. Nou, ik mijn complimenten hoor. Goed van je. Mag ik even weten hoe oud je bent? Ik ben 14. 14. En wat is je naam? Joram Knepper. Tot houden. U bent de enigste hier. En er is heel veel bedrijvigheid. Weet u precies wat er aan de hand is hier? Doe ik het toch weer in het ABN, hè? Ja. De burgemeester waar ik vandaag. Ja, die heeft je zin. En die anderen ken ik niet. Die anderen ken ik niet, nee. Een heel even nacht, mevrouw Kops. Met de burgemeester. Ze bent al 24 uur gaan ze bezig om geld in te zamelen. En ze zijn gisteren om 1:00 begonnen. Het was vanmiddag 1:00. Dus het zit er voor hun bijna op. Maar ze zijn de hele nacht bezig geweest. Ik weet niet of u ze gehoord hebt. Nee. Ze is stil aangedaan. Ze hebben de huiskamer schoongemaakt op morgen. Ze hebben de rolstoelen schoongemaakt boven en de rollators. En als afsluiting gaan we samen ontbijten. Nou, we mogen er wel even voor slapen. Zullen we dat nu wel doen? Ja. Ze hebben ook... Ik sta hier naast een hele sportieve meneer van Contour. Hoe is uw naam? Dries van Schootbrugge. En waarom ben je zo sportief gekleed? Nu hebben ze mij gevraagd of ik hier vanmorgen vroeg al eventjes een opkikkertje wou geven. We hebben ook de oudste bewoner hier in de zaal. Ja. En ik ben nog wat benieuwd. Hij is 104 jaar geworden van de week. Ja, van de kamp, wat van de kamp nog kan. Want hij is altijd een hele actieve man geweest. Ik zag hem heel vaak 's morgens hier in het Oldenbroekenbos lopen. Ja. En dit is van het jaar helaas nog niet gebeurd. En ik wil nog wel eens zien wat een man van 104 jaar nog aan bewegingen kan gaan doen. Naar voren en wisselen. Naar voren en wisselen. Naar voren en wisselen. Ja, ja. Over de Amstel, hè. De IJssel. Op de IJssel. Dankjewel voor jullie komst en voor jullie harde werken hier vannacht en vanochtend. En bij de andere acties, andere activiteiten van vandaag. Ik wens jullie nog heel veel succes vandaag met de laatste uren. Ja. En heel veel succes ook met de stichting, Stichting Present. Nou, dankjewel. Het is bijna op. Ik heb voor jullie allemaal ook nog wat lekkers. Misschien heb je er vanavond wel zin in als je moe op de bank ligt.